volgens de laatste peiling van INO Research op 33 zetels. Ja. Ruime winst dus. Wat vindt u er eigenlijk van dat zo vlak voor de verkiezingen nog van die peilingen naar buiten komen? In veel landen is dat verboden, hè? Ja, in Nederland is het eigenlijk nooit verboden. Het is alleen een beetje gek dat het nu tijdens de verkiezingen is. Maar ja, die verkiezingen zijn nu ook verspreid over 3 dagen. Mm-hmm. Dus het is misschien niet helemaal te vermijden dat die peilingen doorlopen. Ik vind dat niet zo ramp. Nee, sommige mensen zeggen dan worden dus kiezers nog beïnvloed omdat ze dan op degene gaan stemmen die er goed voor staat. Ja, aan de andere kant, weet je, kiezers zijn ook autonoom en soeverein. Hè? Ooit zei Jozef van Aartsen, kiezers zijn zo soeverein als de zee. Hè? Ze geven en nemen als de zee. Dus volgens mij moeten we ons niet te druk maken over die peilingen.